Ja, nee, natuurlijk. Jawel. Nee, maar ja, nou, naar die rappers in Nederland, dat is natuurlijk ook een beetje knullig, hè? Er staat een man in de tuin. Ja. Als die dekker in je straat is, dan weet je hoe het gaat. Al je maten gaan kapot, ja, we schieten tot laat. Ik ben knetter, gek, wat moet je hebben is de vraag. Dikke wagens, wapens en dikke wijven in je straat. Gaat weer lekker, weet je wat raar is? Je maat, ze nam mijn maten te grazen. Ze ging helemaal naakt, vond het lekker. Iedereen is tette, wat moet je? Wil je tip, vloek, sos, crack? Wat zou je vader ervan zeggen? En alle wijven willen dek, want ik kan rappen. Ik kom binnen in de club met lege handen en ga weg met wat ik wil hebben. Ken je dek? Ik wil niet veel zeggen, maar die gast kan in zijn uppie al je zaken stilleggen. Ali B, die kan niet rappen. Wat doe je in de jury van The Voice? Als ik je zie, dan moet ik zeggen. Ik heb drank en drugs. Als ze wil chillen met die dekken, moet ze binnen 1 minuut al de kleren uittrekken. Dek, waarom heb je van die harde teksten? Omdat het moet, rappen is alleen voor echte gangsters. Proces, waarom zit je altijd in de bias? Omdat ik rap met gekken en ik hang rond met gaaiers. Dek, waarom zit je altijd aan de drank? Omdat ik al mijn exen wil vergeten, bedank. Het proces, waarom hang je altijd op de straat? Omdat ik daar drugs kan gebruiken met mijn maten. Proces, komt schiet het je kroeg binnen, je whisky of je leven. Ze zeggen je moet goed drinken. Ik zit er niet mee, ik zuip het op. Zieke lijns, ik stuit er nog. Als ik je haat, schiet ik je huis kapot alsof het niks is. Steek het in de hens voordat het licht is. Hang rond op plekken waar ze me niet willen hebben met mijn bitches. Je hebt linker zoek vriend, wij lopen je straat en met een oezie. Achtervolgd door mijn groepies. En toch ben ik poeslief, geen kattenkop. Verbouw je met de matte kloppen. Op maandagmiddag doe ik van die dingen. Want dat is mijn hobby, dat snap je jongen. Het is die rare fantast. Als ik me voorstel ben je aangenaam verrast. En ik kom met een hondbakknuppel en jaag je vader op de kast. En iedereen denkt wat een rare gast. En dat was toen, nu lach ik erom. En iedereen is bang van proces en dek. Nu snap je waarom. Ja, dek, waarom heb je van die harde teksten? Omdat het moet, rappen is alleen voor echte gangsters. Proces, waarom zit je altijd in de bias? Omdat ik rap met gekken en ik hang rond met graaiers. Dek, waarom zit je altijd aan de drank? Omdat ik al mijn exen wil vergeten, bedank. Het proces, waarom hang je altijd op de straat? Omdat ik daar drugs kan gebruiken met mijn maten. Gaan we naar de luchthaven? Beach shuipen.